Rijsjo, gefeliciteerd met deze overwinning. Hoe heb je jouw eerste minuten in Feyenoord 1 beleefd? Heel leuk natuurlijk, omdat je de debuut mag maken. Zeker in zo'n wedstrijd waar je natuurlijk voor staat met de rode kaart. Het is natuurlijk lekker invallen omdat je wat vrij kan spelen. Maar ik heb het heel leuk beleefd. Als je dan erin komt, heb je dan last van zenuwen ook? Nee, dat eerlijk gezegd niet. Misschien wel zeg maar, op het moment dat je gaat invallen. Maar op het moment dat je op het veld staat, vergeet alles. En dan komt het goed. Ja. Hoe kijk je terug op jouw eigen wedstrijd vandaag? Wat ik al zei, was niet zo'n moeilijke wedstrijd. Ik heb natuurlijk wel gewoon simpel gespeeld. Was natuurlijk in de tweede helft meer de bal houden. We hebben niet echt meer dingen geforceerd of kansen tegengekregen. Dus dat is wel goed. En wat ik al zei, was redelijk makkelijk in de tweede helft. Je bent pas een paar dagen nu hier in Rotterdam. En wat is je eerste indruk hier van Feyenoord? Je ziet dat het allemaal heel hecht is. Je komt in een groep wat heel hecht is geworden. En dan moet je je weg daarin vinden. Dat gaat nog wel goed. Waar merk je dat aan, dat het zo hecht is? Je ziet binnen de clubs iedereen heel hecht met elkaar, maar buiten het veld ook. Je ziet dat ze heel veel dingen met elkaar doen en iedereen daarin bij betrekken. En hoe word je dan uiteindelijk opgevangen, ook binnen zo'n groep? Hoe gaat zoiets? De eerste dagen, ja, natuurlijk ga je met de jongens om die je wat langer kent. Of ja, laat me zeggen, waar je mee hebt gespeeld. De komende dagen, dan komen de andere jongens wat meer uit hun vel. Ik kom zelf meer uit mijn vel. Ga je wat conversaties opzoeken en dan leer je elkaar beter kennen. Ja. Ben je iemand die dan een beetje de kat uit de boom kijkt in het begin? Nee, ik ben altijd mezelf. Ik ben gewoon wie ik ben. Ik ga niet opeens wat stiller zijn of hoe moet ik het zeggen? Ik ging me gewoon meteen een praatje maken. Dan zit je in het zwembad en dan kan je gewoon met iedereen lekker letsen lachen. Dus dat was wel goed. Wat is er tegen jou gezegd toen je hier naartoe kwam, wat betreft speeltijd ook? Natuurlijk is er wel wat gezegd. Alleen, wat ik al zei, het is een heel erg team die het nu heel goed doet. Om er nu iemand uit te halen, mij erin zitten, is natuurlijk niet logisch. Ik ben gewoon goed aan het trainen, het team traint goed. Zolang ik gewoon mijn ding blijf doen en gewoon hard blijf werken. En dan moet het wel vanzelf goed komen.